Oké, wacht, ik moet even de zender goed doen. Oh, dat staat nog niet goed. Ik ga dit echt niet opdoen, hoor. Jawel, dat was het verzoek van mijn baas. Nee, echt, no way. Rolf. Kom. Dat was het verzoek van mijn baas. Ja. En dan ga je er zo mee om. Je hebt eigenlijk niet zoveel te zeggen. We werkten eerder dit seizoen al in een coffeeshop en dat ging niet altijd even lekker. Een palm joint. Palm joint. Heb jij de joint? Nee. Ja, ik kan ze niet vinden. Nee. Loopt hij nou weg? Shit, is die weg? Ja, hij was te langzaam. Nee, meen je dat? Ja, echt. Wow, mensen zijn wel echt pittig. Maar gelukkig ben ik er deze keer bij om alles even flink te upsellen. Ja, mensen kunnen met al hun vragen over salvia, truffels, wietkoekjes en andere psychedelica bij ons terecht. Want we gaan namelijk aan het werk in een smart shop. Hey, denk je dat ik slimmer word? Nee. Nee? Waarom niet? Je kan niet nog slimmer worden. Ah, oh, dat is lief. De eerste smart shop van Nederland opende in 1993 haar deuren. Hier mochten psychedelica verkocht worden die je denkvermogen zouden verbeteren. Vandaar smart. Juridisch gezien moeten alle middelen die in smartshop verkocht worden natuurlijk en onbewerkt zijn. Zo mag je hier bijvoorbeeld wel truffels verkopen, maar geen LSD. Leuk dat jullie een dagje meekomen helpen bij ons in de smartshop. Ja. Nu is het nog leuk. Waar kunnen we je mee helpen vandaag? Nou, we willen jullie vandaag laten zien wat er eigenlijk gebeurt in de smartshop. Dus laat jullie eerst even zien wat voor producten wij hier in de winkel hebben. Vervolgens heb ik twee fantastische collega's gevraagd om jullie in te werken. Die gaan jullie lekker aan de tand voelen. En vervolgens laten jullie ook echt zelfstandig in de smartshop werken. Want wat ligt daar dan allemaal? Wat zijn die zakjes? Ja, wij noemen het de oude garde van dat het kruiden zijn die ze kunnen als tekenen maken. Wat wel een stuk sterker is, is bijvoorbeeld wat mensen roken. En dan hebben we het over de salvia. Wat doet salvia? Wat is een salvia trip? Wij zeggen het eigenlijk als een soort hallucinerende trip. Best wel een sterke hallucinerende trip van 5 tot 10 minuten. Dat is kort. Dat is heel kort, maar je voelt het ook vrij direct. Dus je bent echt met een pijpje je salvia aan het roken. We hebben hier een zakje van de salvia zelf. Oh shit. En dat is een gram salvia. De meeste gebruiken het in een soort puur pijpje. Mm-hmm. Die doen 1/10 tot 2/10 van het zakje doen ze hierin. En dan ga je het eigenlijk branden en rook je het op. Dit kan je gewoon hier in de winkel kopen. Klopt. Ik moet zeggen dat ik een soort vooroordeel had van, oh, dit hier, dat werkt allemaal vast niet zo heftig of zo. Mm-hmm. Of dat zal wel meevallen. Maar dat valt dus eigenlijk wel mee. Dus je kan dus best wel trippen. Je kunt van salvia echt wel trippen. Ik denk als je kijkt naar wat voor spullen wij verkopen in een smartshop, heb je twee producten waar je best wel heftig van kan trippen. Dat is 1 salvia en 2 zijn de truffels. Ja. Om te kopen, om meteen ready to use te nemen. Hey, maar ik zie daar speed staan en ecstasy, maar dat is niet helemaal de bedoeling in een smartshop, nee, toch? Nee, klopt. Ik kan het je laten zien. We hebben verschillende soorten natuurlijke basispillen, waardoor je een lichte ervaring gaat krijgen van een ecstasy trip, hoe ze dat zeggen. Het is niet hetzelfde als een ecstasy trip, veel minder zwaar. Dit is gewoon een Viagra-pil. Ik zeg niet per se een Viagra-pil, maar het heeft meer dus naar de zin van seks te maken. Erecta hard, ja. 24 uur, dat is een lange beurt. Ja, ik weet niet hoe lang je nodig hebt. Wat zijn dit? Nou, we verkopen bijvoorbeeld geen cocaïne, we verkopen geen ecstasy, we verkopen geen MDMA. Uh-huh. Maar we vinden het wel belangrijk voor de mensen die hun drugs willen testen. Ja, je kunt het bij de GGD testen, het duurt dan 3-4 dagen voordat je er de uitslag van hebt. Ja, ja. En als ze nou eigenlijk al meteen binnen 15 minuten een uitslag hebben voor zichzelf. Dus dan kunnen ze meteen kijken van, oh, wat heb ik nou eigenlijk gekocht? Is mijn ecstasy-pil wel goed, ja of nee? En dat heeft er gewoon puur mee te maken dat zijn verschillende... Ja, verschillende dingen in omloop en we vinden het wel belangrijk dat dat mensen weten wat ze innemen. Jullie gaan eigenlijk ook met ons meewerken en jullie worden ingewerkt, maar voordat we dat gaan doen moeten we altijd kijken of de truffels zijn aangevuld. En we doen deze truffels wel altijd aanvullen begin van de dag of het einde van de dag. Dat heeft gewoon echt mee te maken dat het in een smartshop echt bij ons een van de betere verkochte producten zijn. We hebben hier onze koelkast met de truffels staan. Ja. Ik geef ze wel anders meteen aan. Ik heb hier de tamponensis nog. Ik dacht dat Diva die vast had. De wat? De paarse. De paarse inderdaad. Oké. Hey, maar hoe weet je nou precies wat je wel en niet mag verkopen? We hebben een opiumlijst. Opiumlijst 1 en 2. Wat is dat? De opiumlijst is een lijst van de overheid van verboden middelen. Maar kan het dan nog voorkomen dat je hier dingen verkoopt die helemaal gewoon legaal zijn en dat het alsnog op de opiumlijst terechtkomt? Dat zou kunnen inderdaad.
En dan haal je het uit het assortiment. Klopt, wij hebben, we hebben verschillende leveranciers die dat eigenlijk al controleren. Okay. En daarnaast kijken we ook met onze advocaat 2 keer per jaar altijd naar onze producten van wat wel of niet mag. Ja, precies. Dus, we zijn daar wel bewust mee bezig. Ja, het lijkt een groot grijs gebied. Want ik zou denken van die truffels, dat zou dan ook niet kunnen. Want hier trip je ook gewoon hard op. Die salvia, ja. Waarom kan dat dan wel en een paddo niet? Maar dat... Ik snap jouw vraag, maar dan moet je even bij de overheid zijn. Ja. Het zou alleen dus kunnen, dat over een paar jaar dat er ook op staat. Ja, ik hoop het niet. Maar, Ik hoop het ook niet. Dus. Ja. Hey, laten we de truffels terug in de koeling zetten. Dan kunnen ze gaan verkopen. Ja. Kan mensen blij maken. Ja. En daar is collega Danielle, die ons vandaag gaat inwerken. Wat kunnen we straks een beetje verwachten? Ja, want jullie zijn denk ik al een beetje winkel gewend om in de winkel te staan. Oh, je pakt hem al. Ik niet. Helemaal niet? Nee. Ik wil ook al verkopen. Oké, ja, maar eerst... Jij kan al verkopen. Oh. Oké, we gaan het zien. Dus hopen dat het heel druk gaat worden. Ja. Nou, eerst is het makkelijkst als je het niet bent gewend, als mensen ooit wel eens binnenkomen of klanten dan netjes begroeten. Maar geef ze wel de open ruimte van dat ze kunnen kijken. En eventueel als ze nog aankijken, dan zeg ik altijd vaak van, kan ik je ergens mee helpen of kijk je even rond. Dit is ons kastsysteem. Sexy tip. Ja, dus dit daarin en dan kun je denk ik al zien welke het is. Ja, precies. Wat is deze? En wat is dit dan? Lekker web. Dat is voor de luie gamers. Oh, wat dan? Nou, luie gamers, gamer doen dit. Zo? Ja. En dan? Spreekt voor zich en doe je jouw product in wat je wil gebruiken en dan... Hier doe je een joint in. En als er nou zo meteen iemand binnenkomt, wat is dan belangrijk waar we op gaan letten? In principe inderdaad gewoon kijken of ze oud genoeg zijn. Dat is voor ons natuurlijk vooropgesteld het belangrijkst. Ja. En dan gewoon netjes begroeten met goeie dag. En dan kijken of ze een beetje de klant lezen of ze meteen hulp willen of iets zoeken. Nou, misschien kunnen we het wel een keertje gaan oefenen. Als jij nou hier gaat staan... Dan ben ik een klant en dan ga jij mij helpen, ja? Ah, dat is slim. Ja? Oké. Hallo. Hi. Hoi. Hi. Ik zou graag... ik zoek iets waar ik een beetje van ga trippen hier. Mm. Waar ben ik dan naar op zoek? Zoek je een langere trip of een korte trip? Ik zoek een lange trip. Een lange trip. Dan zou ik een vakantieboek kunnen Ik kan je het best truffels aanraden, die hebben we hier staan. We hebben allerlei verschillende soorten. Jij zocht een lange trip en wat voor effecten wil je in je trip? Ik wil dingen gaan zien eigenlijk. Deze ziet er wel goed uit. Ik denk dat we daarvoor moeten gaan, maar verder weet ik niet hoeveel. Dus daarvoor heb ik mijn prachtige collega. Als je begint inderdaad met de truffels, dus hebben we al een lijst. De menukaart zeg ik altijd vaak, omdat het eetbaar is. Heb je hem in soft, van soft naar medium naar sterk. Oké. Nou, fijn dat iemand me in ieder geval goed kan helpen in deze winkel. Hallo. Goedemiddag. Mag ik uw ID even zien? Want u ziet er duidelijk veel te jong uit. Ik word te benauwd voor. Niet mijn ID vragen. Omdat je te jong bent? Oké, ik moet een werkshirt aan omdat ik niet met mijn blote buik mag. Ja, ga jij eens naar me omkleden. Maar jij hoeft niks. Nee, jij hoeft niks anders aan. Ik mag wel hier. Ja, maar ik heb Jimmy net gesproken. Die wil dat ik een sexy topje aan doe ofzo. Die wilde graag dat jij met dit hoedje op. Ja, dan werk ik met dit hoedje op. Schiet op, we moeten werken. Ja. Wacht, ik moet even de zender goed doen. Oh, dat is allemaal niet goed. Ik ga dit echt niet opdoen, hè? Jawel, dat was een verzoek van mijn baas. Nee, echt, no way. Rolf. Kom. Dat was een verzoek van de baas. Ja. En dan ga je er zo mee om. Je hebt eigenlijk niet zoveel te zeggen. Kijk, deze plaatjes. Dat is toch top. Daar is iemand. Hoi. 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 Kan ik jou helpen? Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar iets van truffels. Die hebben we. Kom maar even meekijken. Heb je ooit eerder truffels gebruikt? Ja, maar het is heel lang geleden. Oké. Nou, dan zou ik zeker voor de Atlantis kiezen. Okay. Die is eigenlijk super geschikt hiervoor. En hoe lang duurt het zoiets? Het duurt ongeveer 1 tot 3 uur.
Drie uur duurt het. Duurt ongeveer 3 uur. Dan ben ik in de war. Nee, het duurt ongeveer 3 uur. Ja. Ongeveer 3 uur. Ja. En dan ben je er helemaal uit. Dus dan kan ik weer naar werk gaan. Ja, daarna kan je prima. Tussendoor. Ja. Mijn collega is nieuw weer. Doet het super. Legt echt super netjes uit. Maar ja. Ik wil even corrigeren in de zin van een trip. Die gaat na een uur werken. Dan voel je echt de trip. Maar het werkt 3 tot 6 uur. Dus hangt op jouw licht erop reageert. Het duurt net iets langer. Kan je alsjeblieft. Nog een boekje erbij? Nou, ja, zo, jij houdt niet op. Deze zijn heel leuk. Ik heb dat niet nodig. Contant. En dan onderin, onderrechts. Ja. Ja. Kan je hem hier aandoen. Veel plezier ermee. Bedankt, jullie ook. En schilder ze. Geniet ervan. Dag. De wisselgeld. De wisselgeld, kut. Wat? Dat ligt nu hierin. Ik ga even mee. Ik breng hem even naar je toe. Oh, I did it 2 times. Het begint nu een beetje druk te worden. Dat betekent dat we even iets sneller aan de gang moeten. Hi. Mijn tasje? Alright, thank you. Thank you, sir. You want a bag? Well, enjoy. I'll put this on the side. Yes, so it's 250, please. Nice. Bye now. Hou je ook van mooie plaatjes? Mooie plaatjes. We hebben hier ook een paar tipjes die misschien leuk zijn om bij. Nee, hoeft ook niet. Oké, dan wordt het €38, alsjeblieft. Doeg. Do you maybe want to buy a ring for to smoke? And maybe for the tip? No. It's nice pictures of women. No, oké. Nee. Ze kopen die plaatjes maar niet, hè? Ze willen het niet. Ja, maar je brengt het. Je brengt het. You like sexy naked women. Ik zal het onthouden. Op die manier. Ja, ik zal het onthouden. Oké. Okay. Ja. Hallo. Hi. These ones? Would you like a flavor paper as well? Sure. Cool. Bubblegum? Yes. You can. Put your joint in here, yes. And then yes, you like that. And do you want the naked women as well? No, thank you. Okay. Okay. Hoeft toch niet. That's it. Thank you so much. Enjoy. Bye. Bye. Wel goed gedaan. Die lijkt op mij. Nee, die lijkt echt niet op jou. Die lijkt wel een beetje op mij. Ja. Gaat het dame hier? Ja. Hey, zullen we kijken? Dat is goed. Ja. En ik probeer de hele tijd deze boekjes up te stellen, maar dat lukt nog niet helemaal. Ze zijn meestal wel de makkelijkste te verkopen. Ja, hij brengt het verkeerd. Komt vast goed. Dat wordt mijn doel voor vandaag. Is goed. Ja. Dan zou ik zeggen, ga maar even door, dan zie ik jullie straks weer. Ja, ja, bedankt. Hey, succes hè. Thanks. Which one would you like? How do you name them? Cones. Cones, oh. Yes. I think, yeah. Basic ones and the simple ones. Yeah, this, all right. Because these are too big. How many do you want? How much is one? €1. €1. Yeah, I think. I can take a few. All right. It's actually 250 for the cones. Is that okay? Yeah. Give them to my friend. Would you like some tips for the? No. Okay. Thank you. Nee, geen probleem. It's €8. Zal ik het scannen? Nee, je moet hem klikken. Oh. We have the nice tips here. You want to have one of these? Yes. I will give you one for free, actually. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Ik betaal wel. Then I'll be €4, please. Ja, dat was het. Oké. Okay. Was leuk. Hoe vonden jullie het gaan? Nou, ik vond jullie spontaniteit vond ik echt fantastisch. Oh, dus ja, ik moet wel zeggen dat, met alle respect, je was wel heel erg harde verkoper. Wat? Ja, in de sectie tips. En dat kan af en toe voor mensen dat is heel toch goed. Ja, maar voor sommige mensen kan het heel aanvallend zijn. Maar ik vond wel dat je met
volle overgave deed. Dus dat vond ik wel echt leuk om te zien. Dus en jij mag wel van die vrouw. Ja, nee, echt een toffe meid. Echt zo lief. En je denkt mee en even je ook mensen aan kan voelen. Mm-hmm. Dat is gewoon ook ideaal. Zou ook ideaal voor het team zijn. Mm-hmm. Dus en meiden, ja, dat is altijd leuk. We hebben nog een heel klein pakketje voor jullie samengesteld om jullie te bedanken vandaag. Ik geef hem toch stiekem aan jou. Nee. Ja. Oh my god, jongens. Ja! Dus ik hoop dat je joint lekker kan rollen nou. En, heel erg bedankt. Nogmaals bedankt. Jullie bedankt. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.